Vandaag spreek ik met Richard de Hoop van de Hoop Entertainment. En ik zeg dus niet entertainment, maar entertainment. Dat klopt. Ja, inderdaad. Het is entertainen. Dus een trainen van een boodschap, de inhoud. En entertainen om dat op een leuke manier te doen. Dat klopt. Ja. Hey, ik ben echt super trots dat jij de unieke ondernemer van de week bent. Want jij bent de entertainer van Europa. Je spreekt ook in Duitsland. Je was best performer of the year. Ja. Je staat een boek Ondernemen met Passie. Je hebt een eigen boek, Harry of Harmonie. Ja. Ook nog een Duits boek. Jeetje, wat ben je bezig bij. Ja. Waarom doe je wat je doet? Nou ja, ik vind het zo leuk om voor grote groepen mensen, om die te inspireren. Om zeg maar, hun talenten, hun sterke punten, om die te ontdekken. Om ze te ontwikkelen, maar vooral om die te leren in te zetten in de groep of de teams waarin ze werken. Om die dan weer vooruit te helpen. Ja, daar sta ik voor in vuur en vlam. Dat vind ik erg mooi om te doen. Ja, en wat is er uniek aan wat jij doet? Nou goed, ik ben zelf een muzikant in hart en nieren. En ik heb altijd gedacht van hoe kan je muziek nou aan een boodschap koppelen? En bijvoorbeeld karakters van mensen laten zich heel makkelijk vergelijken met muziekinstrumenten. Kijk, als jij naar een trompet kijkt, heb je meteen een bepaalde verwachting. Als jij een hoorn ziet, heb je meteen een verwachting. En niemand haalt in zijn hoofd van, hey, een piano, hoe maak ik daar nou een trommel uit? Terwijl dat laatste wel heel veel in organisaties gebeurt. Nou, wat ik doe, is dus karakters van mensen vergelijken met die instrumenten. Mensen leren welke twee of drie instrumenten horen nu bij jou. En hoe kan je die dan inzetten in je team? We zijn allemaal verschillend. En waar het om gaat, is geen herrie produceren, maar harmonie. Hoe maak je de verschillen tussen mensen werkbaar? Hoe laat je het weer klinken? Dat is waar ik over het heb. Dus als ik straks wil samenwerken in een team op mijn best, dan ga ik naar jou en dan klink ik straks als een orkest. Zo is het. Ja, klopt.